Vandaag wordt natuurlijk vooral teruggedacht aan de slachtoffers. Maar er wordt ook stilgestaan bij de verwoeste Twin Towers. De gebouwen die jarenlang het symbool waren van New York. En van alles waar die stad voor staat. Vrijheid en ambitie. Een reportage over de torens die er niet meer zijn. Onze correspondent Erik Mouthaan. Hier, midden in Manhattan, maakte mijn vader 20 jaar geleden deze foto. Onder de boog van president Washington zie je ze staan. De Twin Towers. 400 meter hoog torenden ze boven de stad uit. En dan hebben we allemaal die torens zien instorten. Op een bepaalde manier zijn ze er nog steeds. In de logo's van bedrijven en op de gevels van winkels staan ze nog. De Twin Towers. Sommige bedrijven hebben geen geld om een nieuw logo te maken. Anderen kiezen er bewust voor om de torens te behouden. Zoals dit installatie- en verwarmingsbedrijf. Myself and the employees here have all had been in the towers before they fell, before they were attacked. So we have certain memories not only of the building and the views, but also of the people that worked in the building. De brandweer van New York heeft de torens in zijn logo zitten, al van ver voor de aanslagen. En dit logo blijft. Even if they build a new Freedom Tower there, it's still going to be in the patch. This is going to keep, you got to keep the towers in. We lost 2,900 people at that site that day, 343 firemen. There's no way they're taking it out of the patch. That's it. Op de zijkant van toeristenbussen en op tientallen bestelbusjes. Wie over straat loopt in Manhattan en een beetje oplet, ziet het World Trade Center vanzelf opduiken. Thank you. Ook in de supermarkt word je herinnerd aan 9/11. Deze ketens geef je tasjes met daarop de Twin Towers. De tekst die ernaast staat: vergeet nooit wat zij ons hebben aangedaan. I think it's a great idea. Great idea. We should never forget what happened that day. A lot of innocent, hardworking people, you know, died. Een gat in de skyline. Hier stonden ze, de torens. Twee keer zo hoog als alle gebouwen die er nu nog staan. Mensen bij wie een been wordt geamputeerd voelen dat been soms nog steeds zitten. Fantoompijn heet dat. En kennelijk kan je het ook hebben met gebouwen. Erik Mouthaan, RTL Nieuws, New York. Ja, en in Den Haag benutte Ehsan Jami deze speciale dag.